In deze video lees ik een artikel vooruit Dagblad De Ware Tijd van 10 oktober 2024. Het stuk, getiteld Beschouwing, de politiek loopt over van de overlopers, is geschreven door Armand Snijders. Het artikel gaat dieper in op de opportunistische bewegingen binnen de Surinaamse politiek in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2025. We zien hoe politici van partij naar partij overstappen in de hoop op invloed en goede posities, met Soewarto Moestadja als een van de meest prominente voorbeelden. Het artikel belicht ook de rol van Brunswijk en de ABOP bij het verwelkomen van politieke overlopers. Kijk de video en laat uw mening achter in de reacties volgens de richtlijnen. De kop van het stuk luidt: Beschouwing, de politiek loopt over van de overlopers. Dit stuk wordt toegeschreven aan Armand Snijders. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Het campagneseizoen voor de aanstaande verkiezingen is opvallend vroeg begonnen. En politici, in spe, manoeuvreren zich in allerlei bochten om op een verkiesbare plaats te komen. Of zich in ieder geval zo te positioneren dat ze na 25 mei 2025 een goed betaalde baan als adviseur, directeur of misschien zelfs minister binnenslepen. Maar dan moet je wel bij een partij zitten die in het machtscentrum komt. En dus moet je wikken en weven, hielen likken en hopen op veel zeven om te brengen wat je wil. Het overlopen van onbeduidende politici is in volle gang. Je kan zelfs stellen dat het land overloopt van de overlopers. Ze worden overlopers genoemd, dissidenten of zelfs politieke motio. Hoe je ze ook noemt en hoe je het ook wendt of keert, het zijn vooral opportunisten die geen verlegenheid voorbij laten gaan om zich in de kijker van vooral partijleiders en besturen te spelen, zonder dat het vaak ook maar iets oplevert. Absolute koploper onder de overlopers is huidig NDP-parlementariër Soewarto Moestadja. Hij was gedurende zijn indrukwekkende carrière maar liefst 5 keer minister namens 3 partijen. Vooral bij ABOP worden ze tegenwoordig met open armen ontvangen, of ze nou dogen of niet. Dat interesseert voorzitter Ronnie Brunswijk helemaal niet. Zijn partij wemelt toch al van de duistere figuren, met hemzelf als meermalen veroordeelde crimineel en met zijn gevluchte ondervoorzitter Joël Bordeaux-Martinez als trieste voorbeelden. Iedere stem die zijn partij binnenhaalt op 25 mei 2025 is voor hem meegenomen. Hij zal die hard nodig hebben om het zo vurig gewenste presidentschap binnen te slepen. Groep Jojo. Een van de meest opvallende verhuizingen naar ABOP tot nu toe is die van een week of 2 geleden van voormalig NDP-hoofdbestuurslid Supermin JoJo Bazari. Onder de feuze naam Groep Jojo stakte hij van de Paarse Partij over naar ABOP, waar Brunswijk iedereen die zich wil aansluiten als held binnenhaalt. Het heel vreemde is dat Brunswijk er kennelijk geen moeite mee heeft dat JoJo Bazari heeft verklaard dat hij de veroordeelde Desi Bouterse nog steeds als zijn voorzitter beschouwt. Mogelijk dat Brunswijk zich blind staart op de 11.000 NDP-leden die de nieuwkomer zegt mee te nemen, maar als hij een beetje navraag had gedaan, dan zou hij leren dat dit aantal volledig uit de lucht is gegrepen en de daadwerkelijke achterban uit nauwelijks enkele tientallen mensen bestaat. Overigens, met Groep Jojo sloten ook Nieuw-Suriname, NS, de Partij voor Democratie en Ontwikkeling, PDO en KTP Nieuwe Stijl zich bij ABOP aan. Deze kruimelpartijen bestaan vooral uit figuren die van overlopen een gewoonte hebben gemaakt en zullen ABOP alleen windeieren leggen en na de verkiezingen uit beeld verdwijnen om vervolgens hun geluk elders te zoeken. Amper enkele dagen na de aansluiting ontstond er al beroering. Zo ontkende Soeris Algoe, die door de ABOP werd gepresenteerd als ondervoorzitter van Groep Jojo, dat hij zich heeft aangesloten bij de ABOP. Hij zei tegen Stanews en DTV nog steeds NDP'er te zijn. Daarvoor maakte Ricardo Kenswil, coördinator wetenschappelijk bureau, Emmanuel Enjum, eerste ondervoorzitter/woordvoerder, Henry Dikon en Romeo Kenswil, adviesraad, en Shirley Royer, vrouwenraad. Van de PDO schriftelijk kenbaar het niet eens te zijn met voorzitter Waldine Neem, die besloten heeft de samenwerking met de NDP op te zeggen en in zee te gaan met de ABOP. Ze zegden het vertrouwen in de voorzitter dan ook per direct op. Inhoudelijke verschillen. Overlopen is al minstens zo oud als de politiek bestaat. In het buitenland stapt een politicus wel eens over van de ene partij naar de andere vanwege inhoudelijke verschillen of omdat men ontevreden is over de koers die wordt gevaren. In Suriname gaat het maar weinig om de inhoud omdat die meestal niet bekend is. Het land kent geen linkse of rechtse partijen met vastgestelde ideologieën, al dan niet gebaseerd op religieuze principes. Die gelden hier niet. De indruk bestaat in de samenleving dat er een enkele uitzondering daarvan laten persoonlijke principes het uiteindelijke beleid bepalen. En dat bepaalt of je gaat overlopen of niet. Opmerkelijke overstappen. Marijke Djwalapasat is een van de meest opvallende overlopers in de vrij recente geschiedenis. De van oorsprong VHP'er richtte in 1996 samen met enkele andere dissidenten de BVD op onder leiding van Dilip Sartiu en maakte daarmee een regeercoalitie met Jules Weidenbos als president mogelijk. Tot afgrijzen van VHP-voorzitter Javnaat Lachmon werd zij beloond met het voorzitterschap van de Nationale Assemblee, wat overigens geen succes werd. In 2000 richtte zij Naya Kedam op, waar ze zich ook niet meer mee in de politieke kijker wist te spelen. Uiteindelijk is ze met hangende pootjes in het VHP-nest teruggekeerd en uit beeld verdwenen. Zo zijn er de laatste 2 decennia heel wat opmerkelijke overstappen geweest. Onderstaat een paar, in de wetenschap dat de waslijst veel langer is, Ronald Hooghart die via de door hem opgerichte partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling en NPS bij de NDP belandde. En voor deze laatste partij tussen 2015 en 2020 in het parlement zat en daar helemaal niets heeft gepresteerd waarvoor hij zal worden herinnerd. Maar dat was ook niet zijn intentie. Hij heeft 5 jaar lang de vruchten kunnen plukken van het assembleelid spelen, inclusief alle verre reizen en bijbehorende daggeldvergoedingen. Dat was hem bij de NPS niet gegund. Noreen Sean die van NDP naar de NPS ging en uiteindelijk bij de VHP op een zijspoor belandde. En niet te vergeten Sharmila Mansaram die de VHP voor de NDP verruilde, naar verluidt omdat de Oranje Partij haar huishuur niet meer wilde betalen. Of ze nu nog in het paarse kamp zit, is onbekend. Ook zij speelt in ieder geval geen enkele rol van betekenis meer. Soms lopen politici zelfs over omdat ze bang zijn een lucratief baantje kwijt te raken. Zoals Regio Datse, die in 2015 door was voorgedragen als minister van Natuurlijke Hulpbronnen. De samenwerking in de coalitie met de NDP liep al na een jaar uit op een fiasco, waarna dat ze overstapte naar de NDP, nadat hij door het doelbestuur was gerooieerd. Zo kon hij toch minister blijven, totdat hij in 2019 uiteindelijk werd gereshuffeld en via een zijdeur de aftocht moest blazen. Soewarto Moestadja. Absolute koploper onder de overlopers is huidig NDP-parlementariër Soewarto Moestadja. Hij was gedurende zijn indrukwekkende carrière maar liefst 5 keer minister namens 3 partijen. In 1996 werd hij voor de KTP minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in de regering Weidenbos en werd later superminister doordat hij de departementen van Arbeid en Volksgezondheid er ook nog bij kreeg. In 2000 richtte hij de Democraten van de 21ste eeuw, D21, op, die vervolgens in 2010 opging om Joël Bordeaux-Martinez en werd minister van Binnenlandse Zaken onder president Desi Bouterse. Hij overleefde wonderwel de ene na de andere reshuffeling van Bouterse, maar moest in 2014 toch zijn biezen pakken toen PL uit de coalitie werd gezet. Hij zat niet bij de pakken neer en stakte over naar de NDP, waarvoor hij in 2015 minister werd, nu van Arbeid. Vooral bij ABOP worden overlopers tegenwoordig met open armen ontvangen, of ze nou dogen of niet. Moestadja is een van de weinige uitzonderingen dat overlopen ook kan lonen. Dat hij het zo lang kan bolwerken bij verschillende partijen in het politieke veld, heeft vooral te maken met zijn intellectuele en beheerste benadering van zaken, een zeldzame uitzondering op het politieke slagveld. Je zult hem nooit betrappen op een scheldpartij en nimmer anderen horen beledigen. Daardoor dwingt hij respect af bij vriend en vijand en daar bereikt hij meer mee dan wild om zich heen te slaan, wat de meeste andere overlopers doen. Die zullen ervaren dat dit helemaal niets oplevert, behalve dan een gedrukt ego en een geschonden aangezicht. En vaak een roemloos einde van de politieke loopbaan of aspiraties. Het wieken en weven en likken van de juiste hielen zal slechts voor een enkeling de gewenste vruchten afwerpen. Tekst Armand Snijders. Uw mening over dit stuk kunt u onderaan de video plaatsen, conform de richtlijnen.